Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom. Leuk dat u er allemaal bent. We zijn hier vandaag omdat we toch moeten gaan meemaken dat de gemeente Boxmeer er niet meer is en voortaan de gemeente Land van Kuik gaat heten. Daarom is dit eigenlijk wel een mooie plek. Want wat ze ook allemaal bedenken, een station Boxmeer blijft Boxmeer, dus dit blijft een eikpunt voor Boxmeer. Toch gaat het niet allemaal even goed. De teleurstellende mededeling die ik voor u heb, is dat wij geregeld hadden dat er bubbels zouden zijn, oliebollen zouden zijn, warme chocolademelk zou zijn, de hele zooi. Morgen om 11 uur hebben ze begrepen en niet vandaag. Dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen morgen terugkomen. Doe het gewoon nog een keer. Of we doen het nu. Maar ik stel voor dat we het vandaag gaan doen, daar hebben we het er nog over. Ik wil eigenlijk het heel kort houden, want het is een niet al te lange ceremonie. We hebben de historicus van Boxmeer uitgenodigd om kort wat te vertellen over wat nou eigenlijk die vlag en wat de geschiedenis is van dit wapen, van het laatste stukje wat we echt concreet hadden in de gemeente Boxmeer, toen Boxmeer ook nog zelf de gemeente Boxmeer was. Dus ook nog zonder Zandbeek en Beugen en weet ik wat we er allemaal bij gekregen hebben. Daarna gaat hij de vlag strijken en dan krijgt hij een opdracht van ons, daar mag u dadelijk nog naar meeluisteren. Daarna gaan een aantal jonge mensen, want ja, jullie zijn toch de toekomst, de nieuwe vlag hijsen. En dan zeggen we nog een keer allemaal gelukkig nieuwjaar. En dan is het onze taak om er allemaal wat moois van te maken. Als het goed is, hebben jullie allemaal het groeipapier thuis gehad. Dus je kunt ermee aan de gang. Ik stel voor dat Herman Jan naar voren komt. En, oh, ik vergeet, we hebben ook nog een gedicht. Maar die doen we tussendoor. Kom maar, Herman. Heb je nog een gedicht? Ja, ik niet. Ik ben niet zo goed als Mientje die er hier is. Ik kan het veel beter. Ja, daar gaan we dan. Ik mocht vanmorgen de metworstdas niet om. Ik dacht, die hoort er eigenlijk ook bij. Maar ja, Christine had hem niet gestreken en niet gewassen, dus dat stond niet. Voor wat betreft het papiertje met de rennende bok uit het wapen. Nou, ik ga morgen graven, heel diep, en dat het heel hoog opkomt, want we moeten er tegenaan. Ik heb het volgende toch maar, Mientje, sorry, ik heb ook een gedichtje. Rijmt ook een beetje, maar dan gaat hij een beetje historisch trouwens. Maar we hebben hier een jury, Herman, dat geeft helemaal niks. Oké. We laten het eerlijk beoordelen. Of oneerlijk, dat maakt me niks uit. Vaarwel, banier van Bok. Je hebt het goed gedaan. Ons 740 jaar netjes bijgestaan. In goede en in slechte tijden. Met dank, Bok. Toekomst echter kun je niet vermijden. Vaarwel dus. Je mag in vrijheid en vooral in vrede gaan. Nou, dan moet ik dus nou maar moet ik op het knopje drukken. We hebben meneer Martin Maassen, die is benoemd tot vlaggenophijzer en vlaggenneerdaler van Boxmeer. En dat is niet opleid dadelijk ook van het land van Kuik. Ja. Maar die mag helpen, die oefent elke dag. Mag je naar beneden, Bas? Ja, samen met Herman Jan. Mag ik even aan u vragen, van, deed u dat iedere dag? Nou, iedere dag niet, maar alleen bij de gelegenheid, wanneer het voorzit. Maar dan was u er 's ochtends, ja, en 's avonds om hem neer te halen? Ja, om 5:30 morgens. En hoeveel jaren hebt u dit gedaan? 4. Nou, ik vind dat heel knap. Dat mag ook wel een applaus hebben, of niet? Ja, en elke morgen. Om 5:30. Nou. Nou, daar gaat hij. Daar is hij dan. Ja, moet hem verder naar. Ja, trek hem maar naar beneden. De honden zijn er toch niet meer in. Even kijken, ik kan beter deze doen. Of daar.
de techniek. Dan moeten we maar mooi netjes op. Ja, maar Jan, je hebt nu de vlag gekregen, maar je krijgt er ook een opdracht bij. Oh. Als erkend, benoemd en gecertificeerd historicus, is het de vraag of jij wil zorgen dat deze vlag in het museum van Boksmeer komt. Ja, met plezier. En daar ten eeuwige dagen blijft. Dat word ik oud. Dat hoop ik voor jou ook, maar je kunt ook een papier met een handtekening en dat ze dat verplichten. En zonder jou dat de toekomst dat weer moet oppakken. Maar hij moet wel daar blijven. Hij gaat niet onder in het archief en wordt weggeknikkerd. Nee. We gaan hem... ik zal netjes aan de heer arts, Jan Arts, vragen of hij hem in ontvangst wil nemen. En dan komt dat best goed. Maar als je hem eventjes vastpakt, we moeten heel voorzichtig zijn, want het is ons laatste bokje. Maar je wordt echt heel mooi opgevangen. Welke vlag gaat er dan mee? De Landverkuikvlag. En de Brabantse? Die wacht hem even mee. Ja, dan gaan we. Kijk. Dan. Nou, adieu, dan maar. Pintje, dan ga ik even de hengel vasthouden. Want ik stel voor dat jij jouw gedicht hebt voordragen. Want anders dan ziet de camera het niet. En ik heb zelfs voor de laatste keer mijn bokje aangedaan. Ik dacht van, de mensen die nu wat krijgen, die krijgen in ieder geval geen bok meer. Nee, dat is afgelopen. Hij hangt er nog niet, maar het gaat over de Nijenvlag. De vlag met een bok van Boksmeer diende ons in rouw en in eer. De bok was ons teken, was ons houvast. Pronkte met de feestdag aan menig mast. Nou is hij vrij, mag hij springen tussen de bloemen, grazen op het groene gras van ons mooie land van Kuuk, altijd te vinden voor wie hem nog zoekt. Verandering, verneeing, woorden van waarde, verpakt in herinnering. We kregen een nieuwe vlag, een nieuw wapen, teken van eenzien, van samen. De vlag zal wapperen in rouw en in eer. Opgeheven door de toekomst van onze wijk, de kinder van ons dorp Boksmeer. Mietje, jij zorgt ook wel dat hij de bok komt, of niet? Ja. Dan heb jij goede contacten. Oké, dan gaan we verder en dan gaan we toch naar het volgende hoofdstuk. Dat is het hijsen van de nieuwe vlag. En we hebben bedacht dat we een paar jonge mensen willen vragen om die nieuwe vlag te komen hijsen. Want tenslotte zijn jullie degene die daar het langste mee gaan werken. Dus ik wil jullie graag vragen naar voren te komen. Nou, daar gaan we dan. Hier is de vlag. En die meneer Tini, die zal je wel helpen om die vlag op een goede manier op te hijsen. Oh, ja. Even kijken. Hij mag niet op de grond komen, dat is nogal belangrijk. Nee, dit is met de Nederlandse vlag. Deze wel. Ik weet niet wat boven is. Beste mensen, ik kan u wel vertellen dat het redelijk speciaal is dat we deze vlag gaan hijsen. Want we zijn echt de eerste in het land van Kuik die hem gaat hijsen. Er is nog wat gedoe geweest of dat we de vlag zouden kunnen krijgen van de nieuwe gemeente. Hij wordt ons toegestuurd, maar daar doen ze nog een week over. En wij vonden dat het vandaag 1 januari is en dat ze dat al 1,5 jaar geleden konden zien aankomen. Dus de vlag is op een andere manier gemaakt als via de reguliere route. Maar wij hebben vandaag als eerste in het land van Kuik de vlag van het land van Kuik. Waarvan akte? Waarvan akte, dat dacht ik. Nou jongens. Trek maar. Goed zo. En een top. Hij is maagdelijk wit. Nog wel. Ja, ja. Hij zweeft en het land van Kuik dat beeft. Hij wappert en hij zweeft en het land van Kuik dat beeft. Onze historicus. Ja. Want we moeten nog maar afwachten wat er gaat gebeuren. Hey, een beetje optimistisch. Kijk eens, mooi. Ja. Hey, dat is een afspraak, hè?
En de bedoeling is voor de foto, voor de toekomst, een beetje dichterbij en vooral omhoog kijken. Alsof alle hoop van boven komt. Er ligt geen hondenstront, je kunt gras komen. Weet je het zeker? Ja. Heb je het schoongemaakt? Ja. Oh. En dan allemaal in aanbidding naar boven. Oh, ik ben in aanbidding. Herman, Herman, een beetje vertrouwen in de toekomst, naar boven kijken. Ja, ik kijk naar boven. Altijd hoor. Nou, je kunt het al bijna lezen. Ja, bijna lezen. Ja. Even blazen. Ja, met z'n allen. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ben jij niet? Nou, dat is een goed voorteken dat de vlag naar ons gaat luisteren. Als de rest van het land van Kuik dat doet, dan komt het helemaal snor. Beste mensen, ik had u graag wat lekkers aangeboden. Maar de vergissing heb ik u uitgelegd. Ik wens jullie... Ja, wat doen we? Zeg het maar. Morgen om 11 uur, dan zorg ik dat het er is. Nee? Oké. Okay. Het momentum is voorbij. Ik wens jullie een vrolijke dag. Ik wens jullie gezond en een goed jaar. En alle gezoet in de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ga even.